Welkom bij weer een nieuw extra takelverhaal. In dit takelverhaal gaan we op zoek naar de gezonken GLE. We gaan beginnen. Zometeen linksaf de lijn der dijk op. En daar ligt een Mercedes GLE in de sloot. En als die aan de rechterkant in de sloot ligt, voor mij rechts, dan hebben we een uitdaging, want dan ligt die in de ringvaart. Nou ja, dan kan die ondertussen alle kanten opgedreven zijn en gezond zijn. En anders dan... Links wordt een beetje lastig, zie ik jullie niet denken, hoor ik jullie niet denken, maar er zijn plekjes waar aan de linkerkant ook een sloot ligt. Maar... Nou, deze Greenwheels auto, die heeft wat zijschade, die kwam waar nu die Caddy rijdt uit het water vandaan, of uit de straat vandaan. En die GLE die reed op de dijk en die is tussen mijn auto en die lantaarnpaal het water ingegaan. En volgens die meneer is die daar ergens gaan zinken. En met de stroming denk ik dat hij nu ergens onder de A5 ligt. Nou, Van der Eng die gaat de Greenwheels auto waaien. Ja, Greenwheels. En ik ga verwachten op een duikteam en een iets zwaardere kraan. Nou, ik sta met al mijn vrienden op de kruising, dat zien jullie. En dus nog even een keertje, die Greenwheels auto die kwam hieruit. Die GLE die kwam daar vandaan. En jullie zien de sporen denk ik nog wel. Daar is die het water ingegaan. Nou, en die bestuurder die had foto's, die is even nagekeken in de ambu, die had foto's. En die zegt dat die, wat ik net al zei, zo'n 150 meter verderop, daar pas een keertje kopje onder ging. Ja, als zo'n ding een beetje momentum hebt en hij drijft, dan blijft hij wel gaan, ja. Ze zijn duikers aan het regelen. En een kraan. Dus ja, ik wacht nog heel eventjes totdat ik wat weet. Nou, we zijn een paar uurtjes verder. De kraan is er. De duikteams zijn er en de sonardrone staat klaar. Dus we gaan even zoeken waar we hier is. Maar ik ga nou even droog staan, want het gaat nou hard regenen. Help me, Bas. Dat is wat we zien. Nou, we hebben hem even voor nu hebben we hem afgeblazen, want we zijn heen en weer gevaren met die drone. Nou, we hebben niks kunnen vinden. De provincie is er. Die gaan markering plaatsen zodat de boten weten dat er hier iets ligt. Is wat mij verteld is. En ik ga verpitten en strakjes als het weer licht wordt, dan gaan we
weer terug en dan gaan we kijken of we hem kunnen vinden met drone, duikers of misschien wel met een sonarboot. Maar als ik daarbij ben, dan horen jullie dat zeker. Nou, doei, tot straks. Nou, we zijn een paar uurtjes verder. Het is ondertussen 's middags, maandagmiddag 4 uur, 3 uur. Moet ik even kijken. Nou, maakt niet zoveel uit. En half 4. Nou, zat ik er mooi tussen. We hebben hem gevonden. Daar legt hij. Nou, wat ik gisteren had ik daar zo een Capri Sunnetje neergelegd. Van volgens mij legt hij hier ook. Maar dus, nou ja. Maar wat we nou gaan doen. Er gaan nu duikers gaan het water in om te kijken of het echt de goeie is. Dat niet toevallig nog een auto het water in gegaan is wat niet verteld is. En ja, weet je, gisteren heb ik in die bus gestaan. Daar heb ik mee staan kijken met die onderwaterdrone. En we hebben hier ook echt gevaren en we hebben hier ook echt met sonars, maar heb hem gewoon niet gepakt. En er is vanmorgen een boot van de provincie gekomen, die is gaan dreggen. En daar hebben we mee gevonden. Dus we gaan nu even checken of het de goede is en dat horen jullie dan zo. Nou, we gaan even binnen kijken. Zoek jij dat muziekje van Joseph op? Beschadigd is, hè, die auto. Die wel op zichzelf past. Ja, pas even op, want we weten niet of er schade aan die auto zit, vriend. We weten niet of er schade aan de auto zit. Dus pas even op voor jezelf. Pak lekker snij. Doe ik even een cameraatje aan, even een rondje maken zo. Camera op. Weet je het licht? Spiegel. Ja. Ja, een witte, dat klopt. Volgens mij melden. Oké, hij staat op zijn wielen. Staat op zijn wielen, kijk even wat voor velgen erop zit als je wil. Ja, maar die streepjes aan de zijkant ook. Deur open. Nou, de kraan is uitgestempeld, die staat klaar. Bandjes hangen eraan, kettingen hangen eraan. De duiker gaat zo het water in en dan gaan we erboven zwaaien en dan gaan we hem eruit tillen. Nou, de duiker is in het water. Onderweg naar. Zo, we gaan weer even binnen kijken. Kunnen we zien hoe hij hem vastmaakt. Hoop ik. Laat de spiegel zien. Ik heb straks spiegel betalen. Let ook voor scherpe delen. Ik had die hem al gezien. Hij zou in principe zou die links voor schade moeten hebben. Wil ik de porto pakken van John of? Ja.
ik denk, schiet in zijn begrenzing. Doet hij ook? Nee. Even of hij meer gelijk laat lopen. Ik weet niet wat hij aan het doen is, man. Johan, jij hebt een porto in je zak. Laat een beetje even leeg stromen. Oh, maar. Zonder doorrijden. Ik kan wel. Ik kan mijn bak uitschuiven, hij staat, mijn PTO staat aan. Hou hem eens zo twee tellen, wacht even. Even mijn bak afschuiven. Voor? Ja, dan staat hij wat meer naar achter. Oké. Ik ga even de bak uitschuiven. Althans? Hier is mijn bak over. Yo, zak hem maar. Oké. Allebei los of eentje los? Allebei los. Nou, de Mercedes die staat bij ons op de zaak. En even een paar mensen bedanken voor de hulp tijdens de bergingen. Jacco bedankt. John van Seon bedankt. Bob en Bas van Bouw, Duik en Lastservice bedankt. De mensen van Otto Grondwerken, Baggerwerken en van de provincie bedankt. En natuurlijk de kraanmachinist van Verschoorkraan bedankt voor de hulp. En ja, zonder jullie had ik het niet gekund. Maar dat is, ja, nou ja, anders had ik ze er niet bij geroepen natuurlijk. Eventjes, want jullie hebben vast een aantal vragen in de zin van bijvoorbeeld waarom die grote kraan. En nou ja, dat zal ik even uitleggen. Mijn eigen kraan die kan het gewoonweg niet tillen. Zo simpel is het. Leeg weegt zo'n AMG iets van 2300 kilo.
En op het moment dat de kraan ging hijsen en die auto uit het water... Die kraanmachinist die kan zien hoeveel die tilt. En op het moment dat die uit het water kwam, woog die auto met al het water wat erin zat. Dat woog zo iets van 4700 kilo. Kan een beetje meer zijn, kan een beetje minder. Maar in die buurt moet je het ongeveer zo zoeken. Nou, dat gaat mijn kraan nooit tillen. Hebben we natuurlijk nog die 2032. Die zou dat wel kunnen tillen, daar ben ik niet zo bang voor. Alleen, die auto die lag midden in de ringvaart en die arm die is niet zo lang. Ja, maar dan sleep je hem toch even naar de kant en dan pak je hem dan toch op. Ja, dat had in principe ook nog gekend, maar dat kan dan weer niet in de ringvaart. Want in de ringvaart, daar lopen gasleidingen. En die liggen altijd een klein beetje ook onder het zand en de troep. Dus op het moment dat wij gaan slepen en er komen ineens een heleboel belletjes naar boven, dan hebben we een uitdaging. Dus die gok wilden we niet nemen. Vandaar dat we die grote kraan hebben laten komen en dat we hem recht omhoog hebben laten takelen. Dus het ding is ook sterk genoeg en met de duiker erbij, weet je, je maakt hem meteen aan de vier bandjes vast. Je tilt hem keurig netjes rechtop en je zet hem gewoon op je bak en je bent klaar. Het werkt ook iets sneller ook. Waarom zijn we zondag niet doorgegaan met zoeken? Nou, dat had ik ook eventjes, want op een gegeven moment zei John, we gaan het onweer, we gaan niet duiken. En toen dacht ik, ja, maar je zit onder water, daar heb je er geen last van. Dus dat kan toch gewoon. Dus joh, nou, hij zegt, er gaan ook allemaal kabels gaan naar het water in. Ik bedoel, die jongens die hebben lucht, die hebben stroom, die hebben data. Dat gaat allemaal daardoorheen. Als de bliksem daarin slaat, we staan in the middle of nowhere, nergens tussen. En als de bliksem erin slaat, ja, hebben we een duiker minder en dat willen we niet. Dus we waren aan het zoeken geweest met die onderwaterdrone, onderwaterdrone. En we konden hem niet vinden en we waren al een keertje heen en weer geweest. En op een gegeven moment, als de duikers dan toch het water niet ingaan, heb het ook niet zoveel zin om te zoeken, want je gaat hem toch niet aanpikken. Dus toen hebben we de call gemaakt om voor de avond te stoppen en de volgende dag terug te gaan. En dan de dregboot van de provincie laten komen. En dan, die hebben hem uiteindelijk ook gevonden. Had ik nog meer? Nou, ik dacht het niet zo. En anders dan hebben jullie vast nog wel vragen die ik nu nog niet behandeld heb. Nou, die doe je dan eventjes in de comment eronder. En dan ga ik daar antwoord op geven. Proberen te geven. Voor nu in ieder geval onwijs bedankt voor het kijken weer. En tot woensdag. Doei!